En een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een Spiksplinter nieuwe vlog. Welkom, dames en heren. Ja, en we zijn weer een stuk vrolijker, want wij hebben namelijk gisteren de video opgenomen over dus met het inpakken en alles erop en eraan. En dat gaat allemaal, gaat het dus goed komen. Maar we moesten even ons hart luchten aan jullie wat er fout was gegaan in onze onderneming. En die hebben wij voor jullie, denk ik, vorige week hebben jullie die video gezien. Maar voor ons is dat dus gisteren. Dat waren even twee video's met spoed, hebben we die online gegooid. Ja, nu lopen we weer lekker vooruit. Ja, met deze zeker. Vlog, ja. Ja, zeker. En ik ben nu bezig met een thumbnail. En wanneer hebben we die opgenomen? Zo, dat is wel denk ik 2 weken terug. Ja, hè? Ja, dat hebben jullie ook allemaal al gezien. Dat was met die boze vrouw met de hond. En ik laat mijn hond op jullie los, dit, dat. En dat de politie kwam, die zei, jongens, ziet er goed uit. Succes. Dus zeg maar, de sensatie hebben we op het vlogkanaal gedaan. Ja. En de entertainment van de video, dus alleen maar positiviteit, hebben we gedaan op het hoofdkanaal. Ja, want jullie hebben vrij weinig gezien dat we vuurwerk afstaken. Ja. Nou ja, dat doen we dus op het hoofdkanaal natuurlijk. Maar ja, we dachten, we nemen jullie een keer mee. Want toevallig hadden we de vlog daarvoor erover van, er zijn altijd zeikende mensen. Bij deze, jullie hebben het gezien. En dat knippen we normaal eruit, maar dat doen we nu niet. En nu hebben we het ook wel een beetje erin gedaan, want het genereert natuurlijk ook views. Dus als we daar een thumbnailtje van maken, ik denk vlogkanaal vindt alles wel interessant, denk ik, wat we doen. Maar je merkt gewoon de sensatie. Je hebt zeg maar een piekpunt van 30.000, 40.000 kijkers zijn jullie als kijkers, die ook deze vlog kijken. Maar je hebt dan een piekpunt wat daar voorbij komt. Dan ga je 60, 70, 80.000 kijkers. Ja, ja. Dat zijn de sensatiezoekers. Dat zijn de sensatiekijkers. Maar natuurlijk, als je politie ziet, een boze vrouw, ja, dat wil je zien. Ja, ja. Dat wil je zien. En dat hebben wij zelf ook. Kijk, als je langs rijdt en je ziet dat er ergens een ongeluk is gebeurd, altijd als je rijdt, kijk je toch een beetje wat er aan de hand is. Ja, dat is gewoon wij mensen. En vandaar ook dat ik een thumbnail maak. Zoals dit. Ja, ik ben er nog mee bezig. Dit is nog helemaal niks. Het is gewoon één foto. Nee, ik heb gewoon één foto. Ik heb mijn eerste foto is dit. Ja, dat is meteen een mooie foto. Ja, dus alsof wij zwaar de lul zijn. Ja, ja, en dan ga ik er iets heel moois van photoshoppen en dingen en wat dan ook. Een beetje kleurtje, wolkjes, dingetjes. Ja, in ieder geval van alles en nog wat komt er nog van tussen. Er gaat in één keer 40 layers overheen. Maar in één keer zei Jeroen net. Jongens, ik heb de sleutel van mijn nieuwe pandje. Komen jullie even kijken? Ja, dus wij gaan nu naar Jeroen toe om daar eventjes bij zijn pand te gaan kijken. Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Dat is gewoon groter dan dit. Het is natuurlijk helemaal kaal, maar ik denk Jeroen gaat er wat prachtig moois van maken. En we hebben gevraagd, mogen we helpen? Mogen we dat filmen? Mogen hij zeggen, jullie zijn van harte welkom. Ja. En jullie mogen zeker helpen, zolang jullie maar niks kapot maken. Nou, dat is best lastig met onze linkerhanden, maar... We zijn best wel ver gekomen, wel met hulp van Jeroen. Heel veel hulp van Jeroen. Bijna alles heeft Jeroen gedaan. Dit heeft Jeroen gedaan. Ja, maar... Jeroen gedaan. Het enige wat wij hebben gedaan, en hij staat nog steeds, is de plantenbak. Kijk eens, zo, en wat ze leven nog. Wat groeien die planten lekker, hè? Niet normaal. Geen lekkage aan de onderkant. Nee, we geven ze ook geen water. Jawel. Oh, jawel. Iedere week netjes, zeker. Precies. Maandag om 11:40 krijgen ze netjes water. Zeker. En precies 2 liter zoals ze nodig hebben. We houden het bij via de app inderdaad. En we krijgen ook een hele sirene te horen als ze water nodig zeker. Hebben. Zeker. Ze roepen ons ook. Zo'n blaadje lijkt dat hij niet praat. Maar ik moet wel zeggen dat deze een rare knik heeft. Ja, maar ik denk ook een beetje. Ja, hij blaast ook wel lekker. Kijk, ze wapperen gewoon, die dingen. En wij zitten hier met 21 graden. Want het is net een sauna hier als je binnenkomt. Het is tropisch. Ja, het is maar tropisch planten, warm. Dat zijn vetplanten, ook tropische planten. Dit zijn geen vetplanten, die waren heel duur, hadden we niet gekocht. Ja, dit kwam in de buurt van de vetplanten precies. Die zo min mogelijk water nodig hadden. Ja, eentje per week moet voldoende zijn. Zelfs dan lukt het. Hé, dit is ons doel, hè. Iedereen zei, plantenbak stort in, is niet gebeurd. Nog niet. En iedereen zei, jullie planten gaan dood, is ook nog niet gebeurd. Nog niet. Nee, dus als we dit een jaar lang volhouden... We mogen binnenkort snoeien. Ja, inderdaad. Want dit zit al in de labelprinter. Dit blad hier en deze gaat al lekker. Hij kan ook de labelprinter... dan hebben we nog met kleur. Ja. Dus nee, maar af en toe even bijsnoeien. Pak jij een schaartje erbij. Ja, en deze komt er ook al bijna uit, een nieuwe. Ja. Je had hier ook al een flinke nieuwe. Ja. Dus we zijn lekker groen bezig voor ons bedrijf. Ja, en ik moet wel heel eerlijk zeggen... En oprecht, ik weet niet of dat uitmaakt... Omdat we wat meer slaapritme soort van hebben. Maar ik heb minder hoofdpijn. Oh, ik heb wel hoofdpijn hoor. Oh, nog steeds? Nou ja, vandaag wel echt weer hoofdpijn. Oh. Ja. Oh, nee, ik heb de afgelopen tijd... Dat is gewoon... Nee. Heeft niks met de plantjes te maken. Is het andere. We gaan lekker naar Jeroen. Ja, ja. Kijk eens jongens. Wij hebben genoeg statiegeld. Ik vind overal die foto's. Nee, ook. Overal ligt foto's. Ja, ik heb ze nu wel... Flink opgeruimd al, echt veel. Ja, het ligt echt overal. Het ligt verspreid. Ja, zeker. Nou, we gaan positief. En bezichtiging doen. Eigenlijk moeten we ook even snel naar de action. We zijn wat dingen vergeten te halen. Dus we hebben handdoeken nodig. We doen het nu met een onder een vaatdoek. Zitten onze handen te drogen. Dus ik denk dat we ook eventjes snel naar de action kunnen gaan karren. En we moeten dat stroomding hebben, zodat we onze verwarming aan kunnen zetten. En muziek kunnen luisteren. Ja, we hebben nu een andere verlengsnoer weer. We hebben weer een verlengsnoer nodig. Ja, alleen dan weer eentje met 3 pluggen. Dat is ook weer zo. Of met 2. Dat ziet er wat er net eruit, want ik heb nu een verlengsnoer.
nieuw licht. Het ziet er niet uit. Dus verlengsnoeren hebben wij echt in overvloed nodig. En ik hoor ook mensen dat we eventjes moesten naar kijken. Naar onze verlengsnoeren techniek achter de kast. Ook daar gaan we eventjes achteraan, jongens. Ja. We snappen wel eventjes. Het is natuurlijk niet, even tijdelijk. Niet netjes wat nee. We hebben gedaan. Dus dat moet eventjes in één keer, gaan we dat allemaal eventjes fixen. Ook omdat mensen ook zeiden, verzekering technisch is dat slim. Gaan we dat zeker eventjes navragen en nadoen. Misschien dat we eventjes elektricien eventjes, wanneer we alles klaar hebben, echt alles. Ja, dan zeggen we, dit is het idee. Ja. Fix de stromer. Ja, en dat dan alles gefixt wordt. Dus ben je elektricien, wil je het voor een leuk prijsje ons een beetje helpen. Om daar eventjes wat moois van te maken, dat het allemaal gewoon netjes is. Laat het eventjes weten, stuur ons gerust een mailtje. En wij gaan naar je hoentje, zijn nieuwe pandje. Nou, dat is niet ver, kan ik je vertellen. Ja, dat is letterlijk aan de andere kant van de straat en dan zijn we er. Juist, dat is top. En hier is het bedrijventerrein. Ja. Het is hetzelfde bedrijventerrein als bij Arras. Ja, met de stickers. Met de stickers. Alleen dan aan de overkant, dus het is hetzelfde. Ja. Staat hij met zijn busje, wel mooi de boskap. Ja, dat is wel een mooi uitzichtpuntje. Dit moet het zijn, hè? Dit is het. Hij heeft al stromende brand al licht. Ik ben heel benieuwd, hè, dit zo. Ja, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn, maar de ene moet eruit, de ander moet erin. Maar het is ook een beetje ghetto, moet ik zeggen, hoor. En daar willen ze dus vanaf, dat imago van ghetto, ja, want als je hier de rechterkant filmt, dan dat wil je niet hebben hier. Nee, maar dat willen ze dus allemaal weg hebben. Ja, wat precies allemaal de reden is, we hebben geen idee. We proberen het een beetje te achterhalen. Maar, ja. Ik weet niet wat voor drugslab hier met de kraantje op heeft gezeten. Zit zelfs nog wat in. Dat willen ze weg dus hebben. Nee. Dus dan zetten ze maar een Jeroentje neer met de hoop dat hij geen binnen maakt. Met een mooie dummy-camera. Ja. Zo, die rot ook bijna weg inderdaad. Daar heb je hem al, hoor. Zo. Hoor zo aankomen. Hij is helemaal blij. Hij is helemaal happy. Hij is helemaal blij. Alles goed? Ja. Morgen. Ja, gaat ook goed. Ja, thanks. Dit is gefeliciteerd. Ja, het is een vertering zo binnen. Je deur, je hebt een mooie deur. Wel een mooie deur, ik vind het gek. Ik vind zelfs dat je een mooie binnenkant al hebt met een vloertje. Zo. Nou, dat niet, maar ik had een betonnen vloer verwacht. Oh, zo. Ja, ja. In de loods wel. Hier is het... Mogen we naar binnen? Ja. Nou, dan gaan we ook echt naar binnen. Nou ja, ja ik vind het wel meevallen. Zo. Kijk, indirecte verlichting uit de ledlamp. Hoe heet het? Zo'n rails? We gaan net even opgehangen. Ja, net even gemonteerd. Alles erop en eraan. Nou, dat is toch een mooie plekking. Ja, we bekennen het natuurlijk al een beetje van Arad. Wat is dit? Ik denk dat hier een keukenpot hier bestaat. Dus dat moet ik ook nog weghalen. Tralies, want het zit in Almere. Ja, het blijft een plekje in Almere. Ik zie jou, je wil zitten met je bureautje. Ja, toch? Nee. Nee? Ga je een bureautje neerzetten? Ik ga wel een bureautje neerzetten, ja. Met je stickertjes en je dingetjes. Ja, en een bankje met een tv. Zo. Weet je, als je moet chillen, weet je dat je hier kan zitten. Ja, het is een chill room worden. Ja. Dus wij kunnen niet alleen chillen bij ons op kantoor. Kunnen ook bij Jeroen. En doe jij dan een voetbaltafel? Kunnen we bij ons airhockey en bij jouw voetbaltafel? Zo. Of een poeltafel? Ja, maar dat vind ik snel saai worden. Hier al heel snel vol staat. Ja? Een shoebak. Met die, dat was vet. Ja, dat was leuk. Ja, dat is vet. Die was groot. Ja, dat ding. Ja, die heb ik gezien in de video. Ja, die is groot. Grootje. Ja. Ja, die kan je ook zelf maken. Ja. Dat is wel een leuk. Ik zou alleen niet die siliconen hebben. Nee, daarvan heb ik denk ik hoofdpijn. Ja, dat denk ik ook. Al maanden. En dit is de loods. Dit is echt dit. Hey! Ben je ook geslaagd bij de verfboer? Ja. Dezelfde verfboer? Zeker. En dezelfde verf? Hadden jullie dezelfde? Ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, dezelfde. Nou, weet ik niet. Nee. Nee? Ja, niet met het rode logo. Oh, welke kleur is het? Wit. Oh, nee, wij hadden zwart, want die had je alleen in het zwart, dat merk. Verfgoed. Verfgoed. Het was iets goed, maar wat een lood, hé. Maar wat ga jij hiervan knutselen? Ja, er komt sowieso een verdieping in. Ja. Hij zegt, ik heb geen ruimte voor een shoebak. Wat? Hier kunnen 20 shoebakken. Ik kan ze wel misschien gaan verkopen als webshop. Zo. Ja. Dan helpen wij wel met promotie. Zeker. Ja. Worden mensen nog meer gek. Ja. We hebben nog een webshop die we moeten promoten. Nee, het is jullie volgen ons bedrijfsleven. Jullie verdienen ons dagelijks ding. Ja, dat kan. Dat is eerst op je thuis. Je tv. Dat stond bij mij thuis in de weg. Jeetje. Dit is wel een nostalgietje, ja. Dat is een Mackie. Oh ja, en je met een Apple logo. Hoeveel vierkante meter is het eigenlijk? Weet je dat? De loods is 100. 100 vierkante meter? Ja. Wow, dat is bijna ons hele pand. Ja. En dat is 140. Ja. En hiernaast dan nog 36. Oh, het is bijna net zo groot als dus bij ons, bij elkaar. Dit lijkt veel groter. Dit lijkt groter. Maar ja, als je straks dit... Ja, heb je nog meer. Als je dit verdubbelt al tot de helft, heb je 200 vierkante meter al. Ja, nee, dat is waar. Dit maar is... ja, je ziet het, ze hebben dat al gedaan. Ze ja. Je bent er ingeslepen. Die grote balken daar, je kan het zo opnieuw bouwen hier. En we hebben net een beetje al gehoord wat je wil gaan maken. Maar het is leuk voor de vlog om dat allemaal een beetje mee te nemen. Zeker. Maar dat mochten we doen. Je kan helpen toch? Zeker. We mochten het helpen. Zeker, ja, zeker. Maar we mochten niet slopen. Huh? We mochten niks slopen. Ja, wc moet eruit. Oh. Dat handje dat hout. Wat gaat weg? Dit hout gaat weg.
Oh ja. Het wordt gewoon open. Oh, huh? Dus dat je meteen binnenkomt, bam. Ja. Maar wil je geen halletje voor de kou? Zonde van de ruimte. Ja, dat is ook wel waar. Ja, dat is waar. Je hebt een halletje nodig. En ik kan de deur weer hergebruiken voor de wc die dan hier komt. Oh ja, de wc hoor je weer hier. Oh, en dat is de, dit is van de wc dit. Hier zat vroeger de wc. Dus alle aansluitingen zitten dan. Aha. Dat is echt top, ja. Ja, want... Ik denk dat jij het meeste hier bent. Nou ja, de loods ga je ook wel gaan. Maar jouw loods wordt niet een werkloods, maar wordt echt meer decoratie ook alles. Ja, ook werkloods. Ja, maar ook wel... Ik hoor al iets met een jeep komt te staan. En... Ja, het is ook het is ook wel gewoon mooi decor. Want je bent decorbouwer. Ja. En daar wil je ook een beetje een showroompje van maken. Ja, kijk. Ja. En het moet gewoon leuk zijn. Ja, precies. Leuk, gezellig. Ja. Ja, vet hoor. Ja, nee, heel, heel gaaf. Ja. En die kast, zit daar nog wat leuks in? Meterkast. Oh, dat is de meterkast. Ja. En hebben ze al lopen knippen? Magneet op de meter. Oh, wow, dit zijn wel vette stenen, oprecht. Nee. Lijkt alsof er een brand is geweest. Brand inderdaad in de meterkast. Nu al. Ja. A few moments later. Komt hij ineens. Ik heb een nieuw vloertje voor in mijn kantoortje. Heb je helemaal niet gezien. Er stond naast die pot. Die pot vond ik helemaal interessant, maar dat vloer hoor je ons niet open. Dit leg je zo in elkaar, dit. Ja. Kunnen we al beginnen? Ja, eerst verf. Eerst verf. Ja. Moet je onze verfmachine hebben? Nou ja, geef de sleutel straks. Dan kan je hem verven, toch? Dat is goed, wij verven wel. Hoor. Ja hoor. Hoor je dat? Dat we hem even helemaal vol kwakken? Wij zijn binnen een dagje klaar. Kijken, pikken de meetjes deze kleurtjes, wat die een beetje zwart hebben. Je vloertje erin. Hoor je epoxy vloertje? Leg je er zo in? Ik weet het niet. Dit is natuurlijk echt een grote oppervlakte om te verven. Ja, dit zegt als een bal, hè? Half uurtje klaar. Ja. 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 Kom wel goed, joh. We hebben een hele grote compressor. Ja, maar dit inderdaad. Nou, die slaan we over. Dit zegt als een bal om te verven. Maar ja, als je gewoon even hoge druk zet op 18 bar. Ja, en dan zo'n lijn is gewoon... Juist. Ja. Ja, ik zou graag een stijgertje hebben nodig. Dat ja, wel een stijgertje. Maar ja, het mag op de factuur. Nu gaat het de factuur van Jeroen. Ja, ik hoop wachten. Ja, hoogwerker kan ook, is ook wel handig. Wij allemaal op een laddertje. Zo goedkoop mogelijk, want het was allemaal te duur. We hebben een hoogwerker nodig. Nee, Jeroen, kom goed, jongen. Nou, hey, wij gaan met onze... Moet je dit een andere kleur nemen, toch? Ja, ik weet niet. Het is ook wel vet als de... Of grijs of zo. Ja, het moet een beetje decor. Dit gaat snel vies hoor. Boah, ja. Wat een vierkante meter is dit. Dit is wel flink. Zwart is vet, maar dat maakt hij heel klein. Ja. Zo, ik denk als je dit zwart maakt, kan je spookhuis maken. Als je alles zwart hebt, dan is het helemaal donker. Een spook is wel te klein. Is wel vet. Dat is wel vet. En dan hier, hoe heet het, allemaal dicht te timmeren met gipsplaten. Niet doen, spotjes erin! Hoppa! Hexagonlampje erop! Je hebt er maar één nodig voor de hele ruimte, dat zijn zo fel. Ja? Ja, je hoeft er maar eentje te hebben. Ja, ja? Alles is verlicht. Kom maar, ik heb even kijken. Ja, ja. Ja. Niet spannend doen. We moeten de kruipruimte, want dat moet weg. We zijn. Ja. Zo! Huh? Wat is dit? Verrassing! Kijk of er water is. Oh, mijn god. Oh, valt mee? Nee, wel water. Ja, bietje. Een klein bietje. Bietje, nou, kijk dit dan. Ja, dat is, wel... ja, dat is condens, is dat? Ja. Ik moet wel zeggen, het is wel lekker diep. Ja, je kan er lopen, jij. Bijna wel. Ja, ik kan er gewoon rechtop staan. Ja, jij kan er wel lopen. Nee, ja. Hij ruikt ook lekker. Je ruikt ook de vocht. Ja, ja. Zeker. Ik denk dat er wel wat schimmel zit. Ja. Ik zeg, wij halen bij de Action een pakkie. Laarzen. Oh, dat is wel een goeie, ja. Zo'n wit pakkie. Ja. Zo'n roze waard, toch? Oh ja, de roze. Dat kan ook. Ja. Kleur is net wat je fijn vindt. Precies. Zo'n roze is beter voor in de ben je zichtbaar. Ja, ja, ja. Dit is voor anderen. Je kan ook knalgele doen. Dat valt ja, zeker. Of we kunnen ook een pakje te pakken open, een hele perige. Dan heb jij niet zo'n waterpak, zo'n droogpak? Nee. Een echte? Nee. Dat is wel handig voor dit. Want dat pak van Action, dat scheurt zo. Wel bij een klant, weet ik. Oh. Zou ik daar even langs gaan? Of een visser? Dat is heb je niet zo'n mattie die ja, zo'n visser visting, is? Zeg maar. Ja, precies. Nou, perfect. Ja, dat heb je hier ook niet zo. Jawel. Ja, ligt er, als je echt zo gaat, dan komt alles zo. Je mag dan lopen. Binnen. Ja, jij kan rechtop. Dat scheelt, ja. Nou, wij gaan naar de Action. Ja. Oh, ja. Tot de pandeigenaar, hoor. Zeker, zeker. Wij gaan naar de afsluiten. Ascension. Want we moeten sowieso wat spulletjes moeten halen. Wordt een heel mooi pand, jongens. Ja, wordt echt prachtig. Jullie weten hoe goed Jeroen kan klussen en hoe Jeroen mooie dingen kan maken. Dat heeft hij ook bij ons gedaan. En dat gaat hij ook bij zichzelf doen. En we gaan hem echt helpen wat kan. En we willen alles ook meteen filmen voor de vlog, omdat het gewoon ook leuk en gezellig is. En ja, het is geven en nemen, hè? Niet alleen maar nemen. Dus wij zeggen al, morgen 8 uur staan we daar. Maar hij kon niet.
Dus, 8 uur staan we er niet. Nee, zeker niet. 8 uur 's avonds staan we er. Ja, 8 uur 's avonds, dat zou kunnen. Ja, 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 ja. Nee, maar dat gaan we dus helpen. Alles erop en eraan. En hij moet morgen, moet hij werken. Zeiden wij kunnen ook alvast wat dingen doen voor hem. Hij wil natuurlijk ook wel graag zelf bij zijn. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar er komen twee jochies inderdaad. Staan, die alles... vertrouwt het nog niet helemaal. Nou. Van jongen, Jeroen, blijf jij maar thuis. Wij fixen het wel hoor. Hij denkt, nee, ik kom zelf wel even kijken. Ik pak het wel netjes af. En dan mogen jullie helpen. Ja, maar ja, alles hebben we aangeboden. Helpen, alles doen, ja, stukken, alles kunnen we doen. Op het hele pakket. Of het mooi wordt, weet ik niet. Nee, maar we willen alles doen. Precies. Daar gaat het om. En dit is de andere kant van Almere. Voor de mensen die denken dan van, je moet naar de stad. Nee, we hebben zoveel actions hier ook. Die man schrok zich dood. Echt, wat dan? Ja, gewoon niet dat wij naar voren gingen. Die waren van fietsen. Maar ja, we hebben dus heel veel dingen. Je hebt Almere Poort, Almere Buiten en dit is Almere Haven. Dan heb je Almere Duin, maar Almere Duin is niet echt de stad. Daar kan je wonen. Maar ja, dat is letterlijk action. Achter ons. Dat is al haven. Ons. Dus ja. Het is nog ineens Almere buiten of de eilandenbuur daar. Of, ja. Almere is echt zo groot. Oh, no. Maar we gaan naar de Antion. Gaat ervoor hoor, die knieuw. Ja, we gaan even. Mijn kerstbomenkantoor. Wel een echte dan. Wel gezellig, ja. Wij willen wel een echte. Ja. En dan over die rare slingers en zo en alles. Wij willen gewoon ons heel pand verlicht hebben. Nou, dat is het allerleukste. Zo'n grote, hoe heet het, op het dak? Kan het even. Hé, hey, ik zie wel iets wat wij... nog niet hebben getest. Oh, inderdaad. Pyro Bandit. Het ziet er wel leuk uit. We moeten sowieso nog een gek project maken. Ja, nou de 4000 likes zijn gehaald, dus we moeten sowieso deze als een gek inkopen. Laten we dat volgende week doen. Het is wel echt leuk om een project te maken. Een flink project. Ja. Hier zijn verlengsnoeren. Dat is sowieso altijd goed. Oeh, het is schaars deze dagen. Ja, dit is sowieso altijd handig. Verlengsnoeren hebben wij altijd nodig. Maar niet die ik... Dat zou jammer zijn. Een driehoek. Dat ze nu hebben, ja. Ja. Kijk, ik heb voor u... De Ajax rode versie. Heel mooi. Maar heeft u niet iets specialers? Ik zoek wel iets exclusiefs. Oh, kijk. Dan heb ik speciaal voor u de limited edition. Ja, die wil ik 2 liter. 2 liter. Kijk, XXL. Een echte limited edition. Nee, ik zag wel dat u exclusief wilde. Of wil jij Mr. Propper? Ja, inderdaad. Dit is voor Propper. Mr. Propper. Spray wipe. Oh, dit gebruik jij? Nee. Dit is toch om te ontdooien? Nee. Want jij durft niet te krabben. Nee, oh, vreselijk nee, geluid. Nee, dit is inderdaad andere soort. Nee, handdoeken. Inclusief de limited edition schoonmaakfles. Precies. En we zijn ook nog eens in deze getrapt. De pink gaan we even ervaren hoe dat is. Ja, want je hebt een explosie met de strawberry cream. Alles schoon behalve het raampje, want dat zie je nu heel erg. Ja. Maar we hebben heel veel doeken gekocht, maar we gaan eerst even een broodje halen. Ja, zelfs de hele deur zat onder nog van strawberry cream. Alles, het is echt ontploft. Echt ontploft. Nou, let's go. Broodje halen. Die straat er hoor hier aan. Even inscannen. Bij de boekhouder. Even inscannen. Dan weten ze weer wat we aan het doen zijn hier. Wat zijn we aan het doen? Nou ja, we gaan nu lekker even een broodje. En we gaan straks een pakketje ophalen. We gaan straks naar de blokken. Ook dat wat die is failliet. Misschien dat... hebben we wel mooie Philips Hue lampjes. Ja, oh joh. Verkopen ze dat? Nee, denk ik niet. Maar als we nog een pannetje nodig hebben en zo, dat verkopen ze wel. Of een tostijzer, airfryer, dat soort dingen. Ja. Ja, Wie weet. Feit, alles in de tent. 80%. Tot 20%. Ik zag dingetjes met 20, maar ja, dat is net niks, hè? Dat hadden wij ook. Hadden wij ook. En wij zijn geen eens fiet. Nee, bijna. Dus zelfs dan maken ze nog winst, hè, jongens? 15%. In de tent. Ja. Fietsliggies, fietspomp, sloten, alles wat je wil. Oh, fietspomp. Nee, ballenpomp, dat hadden we nodig. Oh, daar hadden we een reactie moeten kopen. Gaan we straks terug. Ja. We moeten straks. Ja. Zag je het bezet moment? Wat ja, nee, ik zag het ook. Ja, we moeten straks even een voetbal halen. We hebben gisteren eventjes wat getest wat we kunnen doen eventueel met de voetbal. Ja. Moeten we hebben. Dat is gaaf. Ja, die moeten we even halen straks. We hebben nog even wat vergeten. Maar we staan weer in een andere winkel. Dit is de reden waarom Blokker failliet is. Ja, hartstikke duur. We waren bij de Blokker. Er was één zo'n spateltje. 8 euro. Dat is 8 euro. Ja. En dan heb je wel andere kwaliteit. Maar ja, je kiest toch eieren voor je geld voor 1,50. Ja. Wij hebben toevallig ook de spateltjes nodig. Prullenbak, 85 euro. Ging de korting voor een prullenbak? Was nog 65 euro. En dan zoek je maar op zien voor 50 euro staan. Een gelijkwaardig. Ja, op bol.com. Ja, dan houdt het snel op inderdaad. Want mensen gaan tegenwoordig alleen maar internet en kijken wat het goedkoopste is. Dat is een mooi kitje. Ja, maar hier hebben we een lepel. Deze hebben we nodig. Maar ja. We gaan even zoeken. En we hebben natuurlijk nog een voetbal nodig voor wat anders. Hier die houten. Ja, deze kruipt bij ons vanzelf echt zo. Ja, ja, kost ook niks. We zijn goed met voetballen. Ja, daarom. Daarom. Hey. Geen basketbal, hè? Dat zou nog een mooi zijn. Nodig. Handbal. Nou, het wordt een vliegbal. Of is dit meer... Ja, dat zou nog kunnen voor in die kleine. Dit. Kijk, dit is wel een leuke vriendin kleine. En we zijn weer voorzien. Ja, het is alweer bijna donker. Ja, ik maak een foto voor de administratie. Ja, altijd belangrijk. Dan weten ze weer dat we gaan voetballen straks. Ja, en dan kunnen we weer gaan met die voetbal aan. Hij gaat ervoor. Dit is fanatiek hoor. Hij gaat ervoor. 3 graden hoor. Hoppa. Het is goed koud. Mijn hele cameraploeg stond erbij hè, op de kant. Ja, anders doet hij het niet. Dus het is een campagne. Ja. Met zijn Unox muts. Sta je bij PostNL.
mijn pakket ophalen. Maar die knul doet niks. Helaas, we zijn even achteraan het kijken en het mag zijn of het pakketje gearriveerd is. Maar ik denk dat je morgen terug mag komen, want als dat hem is, dat zou niet goed zijn. Dat gaat niet goed. Nee, toch? Dit ziet er gevaarlijk uit. Dit is niet ons pakket, die kwam er niet voor. Ja, dit is wel ons pakket. Ja, dit is wel ons pakket. Ja, maar niet die ik bedoelde. Deze wil ik niet openmaken. Kijk, Koleblauw. Nou, we hebben Koblauw hebben we. Hier zit de administratie meteen een heel ding hier. Zo. Ja. Nou, dank u wel, mevrouw. Kijk, Philips huwlampen. Dit is niet een strawberry en green. Nee? Ik zal even pakken. Hoor je het al? Glazen flesjes. Kijk hoe dit gedaan is. Dit is er echt ingekleurd. Kijk dit dan. Dit is een beetje hoe PostNL soms hiermee omgaat, hè? Dit is inderdaad een mystery box. Oei. Ja, hier is mee gesmeten alles. Zo hard meegegooid. Dit is echt een pakket van als het niet 200 euro is. Ja, dit moeten we even kijken. De klant krijgt sowieso een nieuwe. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Nou, neem die even mee. Dan kunnen we die ervoor proeven. Deze. Ja. Nou, we kwamen eigenlijk voor het pakketje, maar dit was een verschrikking. Ja, dit is wel kut hoor. Dit is gewoon... Ja, en we hebben al de actie met die 20% plus dit. Ja, dat is gewoon een paar. Maar de persoon zelf, die krijgt gewoon alles vergoed. Die krijgt een heel nieuw pakket. Tuurlijk, ja. Hij krijgt niet die producten die daar nu in zijn. Het is wel fokt op dat het nog langer duurt. Ja, dat wel, ja. Dat zijn gewoon die extra tegenslagen. Jullie weten het, jongens. We proberen echt ons best te doen, maar soms meer dan je best kan je niet doen. Maar deze persoon krijgt alles gewoon nieuw. Niet dat hij dit krijgt, wat daar zo allemaal ligt qua zooi. Want hij krijgt gewoon een heel nieuw pakket. Alles wordt nieuw en we gaan dat allemaal in afkeurbakken gooien. En die afkeurbakken, daar eten wij vaak zelf al. Maar we gaan nu naar de loods en dan ga ik even die lampen erin draaien. En ik moet die thumbnail nog afmaken, want daar was ik uiteindelijk mee bezig. Ja, dan kan die hoofdvideo nog online ook. Voor vanavond. Dat is een mooie caddy dit, hè? Ja, dat is een hele mooie. Dit is echt een hele dikke vette caddy. Sportief caddytje. Je hebt echt zin in te voetballen, denk ik. We gaan vanavond even voetballen, ja. Vanavond we gaan wel even thuis eten, maar vanavond gaan we even voetballen. Ik weet niet of we dat even kunnen laten zien, want we zijn nog aan het trainen. Ja, maar ik denk wel eventjes... Misschien even kort, even hoe oefeningen. Ik hem hoog hou, even zo. Dat we doen een recordje wie het hoogst kan schieten. Ja. Zijn we heel wat denk jij? Ja, ik hoop zelf rond die 120 meter hoog te kunnen knallen. Ja. We hebben gisteren het klein beetje geprobeerd. Klopt, maar we hadden uit de verkeerde op een klein... bal. Ja, dat ging niet echt helemaal lekker. Hij ligt trouwens erachter, we kunnen hem even passen. Dan weten we meteen of we... prijs hebben vanavond. Ja. Even checken. Of... We even buiten de kamer om, want het is best wel professioneel. Daarom, ja, we willen niet we zijn, onze, ons geheimpje weggeven. Vanavond kunnen jullie kijken hoe we dat nou uiteindelijk willen gaan doen. We hebben verschillende technieken. Bepaalde schoenen zijn belangrijk. Ja. Bepaalde kwaliteiten. De tijd bal. Dat je moet wachten. Je moet veel drinken. Ja, water dat heb je soort nodig. Dingen. Dus, maar eerst dit ook even. Ja, ik ga hem even meten. Even meten, ja. Het hele EK is georganiseerd. Alleen missen we nog één ding. Ja. Yo! Hey, heb jij voor vanavond voor onze voetbalwedstrijd een ballenpomp? Volgens mij niet, maar ik kan wel even kijken. Of zo'n ballenpompventiel, want lucht erin lukt wel, maar eruit lukt niet. En we hebben een zachte bal nodig, dan kunnen we wat hoger schieten. Voorbereiding hoor. En anders kunnen we vanavond even oefenen. Kijken of het nog iets beter gaat dan die andere bal. Die andere bal was wel zachter, was wel groter. Klopt. Deze is wel weer al wat kleiner. Ja, beetje... was een stoffen bal wat we hadden. Ja. En dat maakt, kijk, zie je dit ik moet nog even... Ja, ik hoor al aan de klap van jouw voet dat dit wel wat beter gaat. Ja, maar hij moet iets zachter. Ik denk dat, dat ik dan toch wat op hoger. Iets anders gebruiken. Dat we iets kunnen gebruiken waardoor hij... Maar dat zien we dan wel weer ja, vanavond. Daarom. We komen vanavond vast op een idee. Hij is uitverkocht, maar ik ben wel benieuwd. Kwaliteit zakje hoor, moet ik zeggen. Ruik je cheeseburger? Zo maar echt, dit had ik niet verwacht. Dat meen je niet. Ja, ik vind kaas nooit lekker ruiken. Maar het heeft een hele andere kaaslucht. Vind jij überhaupt kaas lekker ruiken? Nee. Maar kaaschips sowieso vind ik ook niet echt. Nee, ik sla hem over. Ik ook. Nee. Ik had bij de eerste hap wel een beetje het idee dat ik een soort steak chips proefde. Ja. Een beetje die beef, maar dan verpeste kaas hem. Nee, ik vind hem niet lekker. Nee. Nee, dit is niet tevreden. Nee, ik ben benieuwd of mensen... ja. Ze zijn uitverkocht, dus ik ben benieuwd of mensen, laat weten in de reacties, vond jij hem wel lekker, ja of nee? Dat zou zomaar kunnen. Ik vind het wel er heel vet uitzien, helemaal met die cheese. Ik vind het wel leuk als mensen die dus bij ons bestellen... Ja, laten weten. En een beetje een review. Wat nog leuker is, als je een beetje handig bent met filmen. Doe even met je telefoontje, even filmen. Zet het dan op YouTube eventueel en tag ons erin of zo. Ja, leuk. Dan kunnen we even die filmpjes kijken. Gewoon met je eerlijke dan review. Kunnen we reageren op onze eigen boxen. Ja, dat is leuk. Gewoon wat mensen, wat jullie als klant vinden van dit. Ik vind dit niet lekker, maar het kan zomaar zijn dat iemand anders het wel heel erg lekker vindt. Want je proeft echt hamburger. Ja. En hamburger in een chips. Ja, vooral die kaas. Echt lekker. Ja, ik hou ook niet echt van die kaassmaak. Nee. Zo zien jullie maar, we vinden niet alles lekker. Maar nee. Is echt niet, nee. Maar deze vinden ook toevallig allebei niet lekker. Ja. Kaboom! En dit is de thumbnail geworden.
wolkjes erachter, scharretjes, dingetjes, bammetjes, boemetjes, vlammetjes, vlammetjes en timmetjes, tammetjes. Oftewel, de thumbnail is klaar. Dus die staat online, die video komt vandaag online om 19:00. Deze video hadden we al heel lang geleden, hadden wij die al opgenomen. Maar die hadden we nog in de backup staan. Dus die gaan we eventjes uploaden nu. En dan gaan we binnenkort gaan we een nieuwe video gaan we ook maken. En dat gaan we dus weer met Action Vuurwerk doen. We moeten het doen met Kat 1 dit jaar. Zoals jullie weten, moesten we wachten op goedkeuring. Die hebben we niet gekregen voor F2. Dus dat gaat het niet worden dit jaar. Dus wat allemaal Kat 1 video's. En dat is in principe geen enkel probleem. Kan ook leuk zijn, maar minder content dan voorgaande jaren. Is jammer, is spijtig. Maar ja, we moeten ons eenmaal gewoon aan alle regels houden. En als er dingen niet geregeld kunnen worden, dan houdt het op. Dan, we kunnen niet hier in de straat in één keer een cake afsteken. Er zijn mensen die hier langslopen die dat wel eens doen, dat we dat af en toe toevallig per ongeluk filmen. Maar, wij kunnen dat niet zomaar doen, want dan krijgen we gezeik. Dus daar kunnen we niet doen om daar content over te maken. Maar in ieder geval, Kat 1 video staat weer online, dus hou ons hoofdkanaal zeker in de gaten, maar hou gewoon ons vlogkanaal in de gaten. Daar gebeurt veel meer over ons bedrijfsleven en alles wat daaromheen bij komt kijken. Ook natuurlijk de leuke dingen die wij meemaken hier op kantoor. En één van de dingetjes is bijvoorbeeld een lamp ophangen. Is niks zakelijks, heeft niks te maken met ons bedrijf, maar ook weer wel, want het gebeurt hier op kantoor en daar nemen jullie mee. Dus abonneer eventjes op dit YouTube kanaal. We gaan overstappen van een ander merk. Van Inner naar Philips. Het zijn prijzige plantjes. Dit zijn mooie plantjes. Dit zijn prijzige lampjes. En die lampjes die waren nu in de aanbieding. Dus er was Black Friday, hebben we gebruik van gemaakt. En hun leveren wel gewoon de volgende dag in huis. Doe ze hartstikke netjes, kunnen wij niet. Nee, maar jullie snappen het idee. We gaan deze gaan we heel mooi ophangen. En het is natuurlijk wel zo, als je nu bestelt, dan is het wel allemaal goed gekomen. Dus dat is top. Dit lampje blijft branden. Die doet niks anders dan dit. En ik krijg hem ook echt niet meer uit. Als ik hem dan uit wil doen, dan gaat hij niet uit. Wil ik hem aandoen, dan gaat de helft aan. Dus het werkt allemaal niet zo heel erg lekker in deze glazen bunker. Maar ik hoop dat deze, dit merk er minder last in heeft. Dus we proberen of het met dit merk wel lukt. En dus ik ga ze snel erin schroeven. A few minutes later. We hebben er nu één spotje in van Philips Hue, maar de prijs is... Deze lamp kost volgens mij €20 per lamp. Deze lamp kost normaliter zonder aanbieding €40 per lamp. Twee keer zo duur. Ja. Maar, dit is... Je hebt van die versus video's op YouTube en dan vergelijken ze ook de kleuren met paars en zo. Klopt. Ja, dit moet wel de shit zijn nu. Ja, Hue heeft gewoon echt serieus. Ik heb thuis ook zowel dit merk Inner als het... Dit is niet gesponsord, hè, want anders was het maar zo'n feest. Maar in ieder geval, je hebt dus Inner en je hebt Hue. En Hue is heel prijzig, maar je weet gewoon als je Hue koopt, dan is het goed. Maar als je heel pand met Hue wil hebben, ben je behoorlijk wat geld kwijt. Klopt. Dus wij moeten alternatieven gaan zoeken. Er komen uit op Inner. En Inner is hartstikke goed, alleen de kleuren worden nooit zo goed als Hue. Nee, klopt. En eigenlijk, dat is niet het allergrootste probleem wat we hadden, maar het gewoon... Ja. Het werkt hier niet. Ja, gewoon deze ruimte, omdat het helemaal geïsoleerd is hierboven, in dat staal en glas, werken die lampen niet lekker. Maar nu is de grote vraag, is Hue dan echt zo veel beter? Dat hij dit nu aan waar Inner dus ophoudt bij het bereik, is het dan zo dat Hue dit gaat verbeteren? Dus dat gaan jullie zien in de komende vlogs. We gebruiken ook niet die bridge, hè, voor de duidelijkheid. Nee. Dat gaat niet op de wifi. Nee, wij gebruiken die ook niet. Nee, het allebei gaat niet. Dat computertje die daar staat. Allebei hetzelfde netwerk. Daarom, ja. Dus het is allebei, allemaal via Zigbee-signaal, wordt dit allebei geconnect. En ik ben heel benieuwd, blijf deze doen. Deze heeft het wel altijd gedaan, maar deze heeft altijd problemen. In verband met dat hij de straling niet pakt of iets in die richting. Je hoort ook echt de galm daar, dat is echt niet normaal. Dus daar moeten akoestische panelen nog. En dan is dat ook helemaal zoals hoe je dat nu hier zo hoort. Het helpt echt hoor, die panelen hier al. Daardoor is ook de hele galm hier helemaal weg. En ook de bas van de speakers is veel beter te horen. Maar nu al Hue, de paars en blauw is gewoon echt prachtig mooi paars en prachtig mooi blauw. Kijk, hier heb ik dus de paneel, heb ik dus hier zo. En als ik dan hier op dit paarse klik, ja, dan is het ook echt prachtig mooi paars. Maar om het gewoon perfect te vergelijken, want ja, dit is gewoon een eerlijke review, want ja, we hebben niks te maken met beide partijen niet. En we zouden sowieso ook hebben wel wat te maken met die beide partijen. Zouden alsnog altijd eerlijk zijn, want dat is altijd het doel geweest bij ons. Maar ik ga die andere ook eens eventjes een kleurtje doen. En dan ga ik ze allebei dezelfde kleur doen. En dan gaan we even kijken, wat heeft nou de beste kleur, want nu kunnen we het perfect vergelijken. Nou, ik heb ze nu allebei op paars gezet. Dit is Inner, dit is Hue. Hue is wel meer paars. Hij is iets feller. Bij die komt meer wit doorheen. En Hue heeft meer verspreid, maar voor die prijs weinig tot geen verschil. Kijk, ook hier, oh, je ziet niet in één keer dat het... Ja, jullie zien het sowieso heel slecht op camera. Maar je ziet niet in één keer dat hier minder paars is dan dat het hier zo is. Het is allebei hetzelfde. Op camera zien jullie het gewoon heel erg slecht. Maar met het blote oog, geloof me, er is weinig tot geen verschil. Dus ik dacht dat de kleuren ook echt een mega verschil is. Maar het valt mee. Hue is feller, dat zeker. En de kleur is ja, iets helderder. Dus echt wat mooier paars. Maar niet storend een groot verschil. Zeker niet voor dat geld. Het is twee keer zo duur. Dus ik ga even een ander kleurtje proberen. De kleur blauw. Dit is blauw. Dit is ook blauw. Ah, kijk.
Nee, ik zie geen, bij blauw zie ik geen verschil. Ik wist dat het bij paars een verschil zou zijn. Want ik heb een ledstrip van Hue en een ledstrip van Inner. En daar zie je wel echt verschil met de kleuren. Dan is de kleur paars bij Hue veel beter. Maar hier is met de spotjes geen verschil. Nee, Hue is wel feller. Dat is één ding wat zeker is. Het kan veel meer verlichten in de kleur blauw dan bij deze. Kijk, ik denk dat jullie het ook wel een klein beetje zien. Hier zie je ook een beetje op het plafond ook nog dat het blauw wordt. En het stopt bij deze, want het kan ook weer te maken hebben dat ik deze wat meer omhoog heb staan. Maar het is geen mega verschil. Maar het allerbelangrijkste is het bereik goed. Daar gaan we de komende dagen achter komen. Want in de date een paar dagjes goed. En dan kapt hij ermee. Kijken of hij heel doorgaat. Maar ik laat ze even zo. Ik hou die inner, hou ik inner. En Hue hou ik even Hue. Kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb hier wel een kleurverschilletje gezien. Wit. Dit is wit. Dit is wit. De kleur wit van Hue is dus feller, meer wit. Dus dat is echt gewoon spierwit. Die andere is ook wit, maar ja, minder wit. Hoe leg je dat uit, hè? Op camera zie je verschil bijna niet. Misschien wel een beetje, maar... Ja, dus daar is het wat. De contact is trouwens tot nu toe nog goed. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hou jullie up to date. Maar dit was weer wat ik gevonden had. En weet ik niet, ook voor de mensen die de systemen nog steeds afvragen. Welk systeem gebruiken wij? Home Assist. Home Assist is een systeem waar wij alles van gebruiken. Daar zit een Zigbee dongel zit eraan. En dan connecten we alles met Zigbee. Waardoor we dus draadloos, zoals dit, heeft helemaal geen bekabeling. En dan houden we deze bijvoorbeeld ingedrukt. En dan gaan die lampen gaat dan uit, of tenminste die lamp gaat eruit en dan hier ook al deze lampen uit. En zoals jullie zien, hier heeft hij er echt moeite mee. Het is gewoon in deze hele ruimte heeft hij heel erg veel moeite met het signaal. Maar als het helemaal werkt is het wel echt super chill, want het ziet er wel echt prachtig mooi uit. Maar heb je een hele glazen deur zoals wat wij hebben, dus alles van glas, 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 glas. Adviseer ik het niet, zou ik gewoon lekker alles met bekabeling doen. Maar daar kom je maar op één manier altijd achter. En dat is uitzoeken. En een van de dingen dat we aan het uitzoeken zijn is het, ligt het aan het merk of ligt het aan de ruimte? En welke ruimte past bij welk merk? En we zijn het nu bij aan het testen. Inner is afgevallen, gaan nu bij Hue testen. Nou jongens, ik heb hier de afstandsbediening van ons pand. Deze heeft heel veel functies, maar ik heb er een nieuwe knop bij gemaakt. Twee nieuwe knoppen. Dit wordt sfeerverlichting, of is sfeerverlichting, sfeerverlichting uit. Hier komt een kruis op te staan, want kijk, zoals jullie zien, dit is disco. Dus als we die doen, dan gaan alle discolampen aan, gaan alle lampen uit. En deze doet ook heel veel, deze knop. Maar deze knop doet echt mega veel. Kijk, nu staan dus alle discolampen aan. De gordijnen staan, de zonnewering staat omlaag, hier ook. Alles staat aan. Dan druk op deze knop. Alles gaat uit. Zonnewering gaat daar omhoog. Deze zonnewering gaat dus omhoog. En daarmee kunnen we het hele pand in één druk op de knop. Ja, dat is ziek hoor. Volledig stel, afsluiten. We gaan gewoon weg en we denken, nou, we zijn klaar voor vandaag. We klikken erop. Zonnewering gaat voor de wind en voor de regen omhoog. Ja. En klaar. Dat is fantastisch. Dat is echt top. Dat moeten we hebben en dat hebben we nu. Ja, en dat is nu op deze knop. Maar je kan zelfs nog verder next level. We hebben dus nu een soort van killerknop ingesteld op die knop voor alleen boven. Maar je kan ook dus een killerknop, omdat we het hele pand slim hebben gemaakt, voor het complete pand. Dus ook alles wat beneden is, er hoeft maar een lampje, een dingetje in de gang, weet ik veel wat, het zal maar aanstaan. Gaat allemaal uit. De enige wat niet slim is, is onze toilet. En in onze garage de andere deur. Maar daar kunnen we ook nog wel een slimme lamp in doen, want we hebben lampen over. En dat is bij het toilet. Touchscreen. Hoppa. Ja, dit is echt ziek. Kun je gewoon mappen met je hand. Ja, dit is echt... Ja. Dit is echt gewoon een droom die uitkomt. Zo verschrikkelijk mooi hoe alles perfect nu met elkaar samenwerkt. Enigste was dus dat lampje daar, maar dat schijnt nu op zich ook wel goed te werken. Maar ik weet het niet hoe lang die dat volhoudt. Maar voor nu, alles is slim. Zelfs dit ding, hoe heet dat nou, de airconditioning, die kan helemaal slim in het systeem gezet worden. Moet ik even mijn tijd voor vinden om die allemaal te koppelen, maar ik weet dat het kan. Alles kan gekoppeld worden. We hebben hier ook, via onze Stream Deck, kunnen wij ook gewoon de lampen aan en uitzetten. Hier ook. En we kunnen ook hier ook de zonnewering dicht doen. Dan gaat hier ook de zonnewering gaat dan hier ook dicht. En dan weer open. Ja, echt. Hoe vet is dat? En nu gaat hij dus helemaal mooi open. We kunnen eindeloos. Hoe meer we het eraan koppelen, hoe verder we gaan met deze techniek. En dan krijgt ook alles een plekje, want deze ligt nu eventjes hier zo. Maar hier ook wordt nog wat gemaakt. En dan komt hier ook, komt dus nog zo'n ding dan. Of deze wordt dan aangekoppeld. En dan kan je hier kan je dan de keukenlampen bedienen. Dan kan je hier ook de lampen hier allemaal bedienen. De lampen daar ook bedienen. En dat allemaal via het kastje. En als je weggaat, druk je op een knop. En dan beneden gaan we een killerknop maken. Dan druk je op, bam. Echt zo'n dikke grote rode knop. Daar ram je op en dan gaat alles gewoon, dan kunnen we niks meer vergeten. Want soms rijden we weg en denken we, shit, er staan nog lampen aan ergens in de loods. Want dan zie je nog ergens een lampje. Dat gaat niet meer gebeuren. Dan druk je op die knop, ga je weg, niks aan de hand. Het is weer wat later en de missie gaat voort. We gaan er voortzetten. Hoe hoog kunnen we deze bal de lucht in schieten? Ja, ik heb water mee voor onze conditie. Weet je, we worden daarom, moe, je wordt moe. Even wat drinken, een beetje water. Ja, we hebben wel een sportievere bal. Ja, we hebben twee ballen. Ja. We kunnen deze even proberen. Maar hier hebben we het gisteren mee geprobeerd. Maar dat was geen succes. Het was erg lastig om die een beetje hoog te schieten.
Ja. Dus we gaan het proberen met deze. Deze hebben we vandaag gekocht. Ik denk dat we wel hoog komen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik echt. Laten we om en om eventjes proberen dingen de lucht in te schieten. Jij vond er een wat langs. Ik vond dit ding bij ons achter ons kantoor. Ik weet niet wat we ermee kunnen, maar misschien kunnen we er tegenaan schieten. Of ik heb geen idee. Ik ook geen idee. Hey. Oh, die stenen altijd. Ja, dat is kut, hè? Al die stenen. Ik ook al in die ton. Ja, nee. Maar we gaan even kijken hoe we... Ik hoor het sissen. Oh, je sissen? Ik hoor het sissen. Dat is niet goed. He? Wacht, dan ga ik het even blussen. Hier. Blus maar even, hoor. Volgens mij vliegt het in de fik. Ja? Nee, dit gaat niet goed. Ja, kijk, er komt rook vanaf. Wacht, dan ga ik even blussen. Ga maar even blussen, hoor. Oh ja, er komt allemaal rook vanaf. Ja, nee, kijk, dit is niet goed. Oh. Oh, het wordt meer. Het wordt... Weet je wat ik doe? Die bal erop. Dan kan het, dan dooft het wel. Ja, nou dan las ik hem dicht. Ja, dan zou ik, want er zit een gaatje in. Die zou ik even dichtlassen. Ja, ik zag hier net een gaatje inderdaad. Dat is niet best. Zo, zet ik hem wel even aan de kant. Want... je weet maar nooit, hè, met zoiets geks. Hoe doe jij dan een bril op? Ja, kijk, het is koud en ik doe ook meteen even oorwarmers op. Oh ja. Want nee, het is wel echt koud namelijk. Het is fris, Chris. Oh, kijk eens. Oh ja, die wilde je net afsteken, hè? Ja, ja. Nou, dat kan ik mooi gebruiken om hem vast te lassen. Ja, las dat gaatje. Er zit ergens zo'n gek gaatje. Ja, hier zit een gaatje. Het is al eerder gebeurd, hè? Ja, las hem even dicht. Kunnen we straks even met die voetbal... Ben je klaar voor? Even kijken, hoor. Ja, las hem maar gewoon even dicht, ja. Komt er. Zo, jongen. Jeetje. Hij las hem even dicht, hoor. Ik dacht... Tjo. Oh, kijk, er staan meteen weer mensen te kijken, maar ik dacht ik las hem even dicht. Maar, nou, dat zou ik niet meer doen. Ik ga dat niet meer doen. Nee, dat is levensgevaarlijk. Nee, ik had dit echt niet verwacht. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Want hij staat nu nog steeds in de fik. Ja, het is maar goed dat je oorwarmers ja, hebt. Ja, daarom. Nee, we gaan weer gauw naar binnen. Ja, waar is mijn bal nou eigenlijk? Ik kan je vertellen, die ging wel 120 meter hoog. Wel, dat is me toch geluk. Kijk, hij ligt daar. Is het me toch geluk, jongens, om even die 120 meter hoog aan te tikken? Nou, hij is niet eens dichtgelast. Oh. Nou, je moet hem wel weer blussen hoor, vind ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ik ga even mijn bal zoeken, want... Ja, die... Oh, die ligt daar, die hoor. Ja. Het is niet best. Nee, ik denk ook... niks aan de hand, hoor. A few moments later. Ja. Ja, nee, ik heb blussen. Blussen even, ja. Ik weet niet wat er gebeurde. Nee, maar... er kwam net iemand naar buiten, die zei ook van... hij was puntje hard. Ja, nog een keer, zei hij. Hij wou hem nog een keer. Ja. Maar dit was niet de bedoeling. Hoe hard was het? Want jij had natuurlijk geen oorwarmers op. Zo hard als dat hij zei ongeveer. Puntje hard. Ja. 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 Wat jij wilde. Of tenminste. Wat... Ik voelde me er wel fijn bij. Ja. Nou. Gekke plek hier hè, eigenlijk altijd. Ik vind het wel raar. Want ik las dat ding dicht. En we blussen een vuurtje. Er komt gas uit. Jij drukt die bal erop om natuurlijk het lucht. Dat het dooft. Dus dit niet thuis doen jongens. Dat is heel gevaarlijk. Het is raar ook gewoon dit. Maar we kunnen het wel nog een keer proberen. Ja, maar niet te vaak denk ik ook. Ik denk nog maar hij vond het fantastisch. Want hij vond het puntje hard. Ja, we kunnen er nog eentje. Nou, komt een autootje aan, dus ja. Ik zet hem even aan de kant. Onze warmer. Ja. Zonder gekkigheid. Het is niet de bedoeling dat je dit natuurlijk iedere dag doet. Nee. Maar gelukkig is het de 31ste. Ja, we vonden het even leuk om een keertje dit weer te doen naar 500 jaar. Daarom. En we zijn niemand te last. Nee, op een industrieterrein. Ver weg, maar alsnog mag het niet. Eerlijk nee, is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Maar... het is wel leuk. Het is wel grappig om een keertje klein te doen. Klein geutje, ja hoor. We hebben ook even meteen een andere microfoon erop gezet, zodat jullie het ook nog even extra kunnen ervaren. Ja, dan hebben we het weer gehad. Ja. Voor dit jaar. En dan is het wel, ja, wel goed hoor. Mooi geweest. Toch? Ja, dan zet ik hem even in het midden en dan probeer ik toch even een poging om dat ding vast te lassen. En gehoorbescherming. Veiligheidsbril. Gaat die bal. Hoppa. Ik vond deze harder dan net. Deze was zeker harder dan net. Zo, dit had bijna geen nut. Dat je bij mij ook... zo'n piep in je oren. Nou, laten we gauw... ja, het is goed geweest. Naar binnen. Ja, het was leuk en we stoppen ermee. Het is alweer hartstikke laat. En we waren druk bezig met de home assist om de airco er ook op te krijgen. Dat is niet gelukt. Nee, we hebben wel wat anders moois toegevoegd wat we niet hadden verwacht. En dat is de speaker die we nu perfect mooi kunnen aan en uitzetten. En ik zit nu ook op mijn telefoon te kijken. Stel, ik kan even instellen. Ga ik straks even checken, even kort. Als we dan op de kill-knop drukken die we vanmiddag hebben laten zien, dan kan ook de speakers uitgaan. Ja, en dat zouden we dus ook willen met de airco. Maar ja, dat lukt niet. Ja, nee. We hebben zo'n Hisense ding. Ja, dus als iemand dat weet. Graag. Stuur een Discord DM'tje of even een mailtje met uitleg hoe we dat doen. Want we hebben het geprobeerd via Hisense, via de Home Assist app. Maar dan pakt hij hem niet of zo. Nee, een A4, weet ik veel wat, A1 dingetje. Ja. Maar hij vindt hem niet. Nee. En we kunnen hem dus wel connecten met de telefoon via wifi. Alleen dat is de HeSmart Live app. Ja, het wordt allemaal een beetje technisch allemaal. Maar daar doet hij het dan weer wel mee. Ik denk dat er wel mensen zijn die denken, oh jongens,
moet je zo doen. Of letterlijk, dit model kan niet, maar het is wel weer gek dat het wel op de wifi zit. Kom gerust langs voor een bakje koffie. Heel graag. We hebben geen koffie, wel een theetje. Of een lekkere Fanta, dat precies. Mag ja, zeker. Strawberry and cream, hè. Iedereen die langs komt moet hem proeven. Precies. Dus nee, maar wij gaan verder uitzoeken, maar eerst slapen, want dat is ook belangrijk. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Houdoe.